Brunswijk, in de lucht geschoten bij begrafenisritueel. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk schiet met zijn pistool in de lucht. Beeld, social media. Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, vindt dat kwaadwilligen een heel andere voorstelling van zaken geven over de schoten die hij ruim een week geleden gelost heeft in de lucht. Dit vond plaats bij een begrafenisritueel te Mungo Tapu op verzoek van de kapitein. Brunswijk zegt in gesprek met Star News dat het om een culturele aangelegenheid gaat. Zijn oom is overleden en het is gebruikelijk dat bij onder andere de uitvaart schoten worden gelost. Op social media zijn twee video's verspreid waarop te zien is hoe Brunswijk met zijn pistool schoten lost. Er is opzettelijk van mij alleen gefilmd, terwijl ook andere schoten hebben gelost. Dit heeft te maken met het ritueel, maar van mij is interessant om een andere voorstelling van zaken te tegen, maar ik maak mij niet druk hierom, want het is een culturele aangelegenheid. Zegt de ABOP-voorzitter, de politicus is niet bang voor een onderzoek hierover, ik heb een vergunning en ik heb niet zonder reden geschoten, dit is gebeurd op verzoek van de kapitein. Er is niks aan de hand, het is niet de eerste keer dat mij bij een begrafenisritueel is gevraagd om schoten te lossen, het is een culturele aangelegenheid. Laat men nagaan hoeveel schoten er gelost zijn bij de begrafenis van de Grand Mante Dritabiki, merkt Brunswijk op.